Het is officieel. Avengers Endgame is nu de meest succesvolle film ooit. Gekeken naar de opbrengst dan. 3 maanden na de première heeft de superheldenfilm wereldwijd omgerekend bijna 2,5 miljard euro opgebracht. En de 3D-film Avatar is nu dus de nummer 2. Wat is het grote geheim? Welke film kan er nog over Avengers heen? Bij mij in de studio Rick de Graaf. Je kent hem van Hebbeding. En hij is ook filmkenner. Je kijkt alles wat los en vast zit. Dus je hebt er ook echt verstand van. Is het terecht om te beginnen, de nieuwe nummer 1? Ja, zeker. Ja. Het is geen toevalstreffer. Hier hebben ze gewoon 11 jaar naartoe gewerkt. En dat het zo dat het nu de grootste is, is wel terecht. Een masterplan zit erachter, maar er zijn wel wat foefjes bij uitgehaald, toch? Om dit te kunnen laten lukken. Ja, zeker. Ze hebben ook een re-release gehad. Hij was dan wel in de bioscoop, maar ze hebben een nieuwe versie uitgebracht met een paar extra scènes aan het einde. Ja. Om de mensen toch nog een beetje te lokken om toch die laatste paar miljoen er even binnen te halen. Nou ja, dat is gelukt. Dus daarmee een groot succes. Maar die truc had Avatar een tijdje geleden ook. Die hebben ook nog een keer een aantal jaar geleden opnieuw uitgebracht. Wat natuurlijk ook bij de recettes is opgeteld. Juist. En hoeveel had deze superheldenfilm ook alweer gekost? Ja, dat zit ongeveer op de 350 miljoen. En dat is vaak nog exclusief marketing. Dus ga er maar vanuit dat het gaat wel richting half miljard. Nou, er is dus 2 miljard verdiend. Even snelle rekensom. Wie steekt dat allemaal in zijn zak? De acteurs? Die hebben ook aardig wat salaris. Dat is dan bij het kostenplaatje opgeteld. Alle winst. Ja, goed, vooral Disney. Ja. Dat is de grote winnaar in dit verhaal. Nieuwe films worden gemaakt. Ja. In hoeverre kun je Avatar en Avengers vergelijken? Het is een hele andere tijd ook, hè? Ja. Het record stond 10 jaar. Dat is natuurlijk hartstikke knap. Het was toen echt een baanbrekende film. Het was echt zo'n film die je gezien moest hebben. Het verhaal was niet heel, heel boeiend in die zin, maar ze hadden een nieuwe techniek. Ja. Voor het eerst een 3D-film op die manier in de bioscoop. Het was echt zo'n film waarin ook je opa en oma ineens naartoe gingen. Weet je wel? Wij zijn ook naar Avatar geweest, want iedereen ging er naartoe. Dus ja, waarom wij dan ook niet? En daarbij moet dus wel, is het dus wel op, door dit record nu, is het wel duidelijk hoe groot Avatar eigenlijk was. Dat al 10 jaar staat. Want dit is een belevenis. Ja. Maar is Avengers ook een goede film? Want er was ook kritiek. Het is lang, het is ingewikkeld. Hè? Want er komen eindeloos veel verhaallijnen samen. Klopt. Nou ja, dat moet je allemaal maar net allemaal snappen ook. Ja, dat is waar. Maar ik denk dat het deel van dit succes is vooral omdat juist de reacties zo goed waren. Omdat het werd inderdaad gezien als, er komen zoveel dingen samen. Het was van tevoren duidelijk, dit is de langste film in deze reeks. Hij duurt 3 uur. Dus mensen zien van, jezus, weet je wel, dan moet je er maar doorheen worstelen. Maar het vliegt voorbij, de recensies waren erg lovend. Ik heb echt vele 5-sterren recensies voorbij zien komen. Ook hier, onze Marco Wijs gaf een 5. De eerste dat jaar, weet je wel, dus bijzonder. Dus het is vooral die goede mond-to-mond reclame die ook voor zorgt dat iedereen dacht van, nou ja, weet je wel, ik had wel het idee om naartoe te gaan, maar nu ga ik er zeker heen. En dat had Avatar ook wel. Maar de grootste plus die Avengers heeft, is eigenlijk de inflatie. Oh, ja, gewoon de geld. Ja, ja. Het gaat ook harder. Ja. Dus in de toekomst gaat deze ook wel weer van 1 verstoten worden. Ja, records zijn natuurlijk om gebroken te worden. En zeker in dit gebied. Want hoe langer het duurt, hoe duurder alles ook wordt. Ja. Dus, filmkaartje om te beginnen. Los van inflatie zijn de filmkaartjes nog veel verder gestegen. Ja. Ik weet nog wel dat ik, toen ik echt begon veel met films kijken, 2003, 2004, ging ik dan wel eens voor 12 uur. Dan kon je voor 4 euro een film kijken. Nou, dat was prima. Dat is ondenkbaar. Je bent nu zeker 15 euro kwijt. En je betaalt voor een film die langer duurt dan 2 uur, voor 3D, voor IMAX, weet ik veel wat allemaal. En dan zit je alleen maar in de stoel. Je hebt geen popcornje nog helemaal niks. Nee, inderdaad. Hey, en alles wat een succes is en waar heel veel geld mee te verdienen valt, dat krijgt altijd een vervolg. Maar dit is het endgame. Dit is het eind. Ja, nou ja, goed. Heel toevallig, of misschien niet heel toevallig, maar afgelopen weekend was San Diego Comic Con. Grote beurs, oorspronkelijk voor strips, maar ook voor films. Vooral voor films in dat genre. En daar was een hele grote panel van Marvel. En die hebben daar een plannen voor de komende jaren uitgerold. En ze zijn er niet van plan om te stoppen, want er kwamen weer een sleur aan nieuwe films. Dat ben je niet. Maar weer voortbordurend op dit. Ja, Black Widow krijgt een eigen film. Er komt een nieuwe Guardians of the Galaxy. Tuurlijk. Nieuwe Thor film. En weet ik veel wat allemaal. Dus er komt echt. Dit was eigenlijk een soort einde van een tijdperk. Vooral met deze acteurs. Er zijn een aantal die gaan nog niet meer terugkomen. Ja. Maar goed, je weet het nooit. Het zijn films immers. Maar Marvel gaat in ieder geval voorlopig gewoon door. Hey, en deze staan nu voorlopig op nummer 1. Wat kan hier nog overheen? Want ik moest bijvoorbeeld denken aan Lion King. Wat natuurlijk nu een prachtige remake draait in de bioscoop. Sinds de jaren 90 natuurlijk geliefd bij iedereen. Musicals met een record aantal bezoekers. Ja. Dan zou ik zeggen, nou, dan zet ik hierop in. Dan zet je daarop in. Ja, nou, het was van tevoren ook wel een beetje gezegd van, ja,
Lion King kan zomaar de grootste film van het jaar worden. Ja. Maar dat lijkt wel dat lijkt onmogelijk nu. Het is wel, ze hebben een heel goed eerste weekend gehad wereldwijd. Ze staan al op ruim 500 miljoen opbrengsten. Nou, dat is natuurlijk helemaal dikke prima. Maar daar kan je het dan aan zien, wil je zeggen? Daar kun je het een beetje aan zien. Maar als je dat vergelijkt met Avengers... Ja. Die stonden, geloof ik, na een week al op een miljard. Dus... Oké, nou, ik hoor het. Geen Lion King. Wat dan wel? Nou, wat dan wel? Avatar 2 bijvoorbeeld. Daar zijn ze al... James Cameron, de regisseur, is er al 10 jaar mee bezig. En het lijkt... Lange film dan? Het lijkt nu echt... Nou, de truc is dat ze een back-to-back opnemen met een hoop andere delen. Dus ze gaan er 4 opnemen. Ja. En dat wordt dan uitgebracht vanaf 2021 en dan iedere 2 jaar. Dus in 2027 is Avatar 5. En dat moet dan de afsluiter zijn. Maar ja, als ik mijn geld op iets zou inzetten, dan zou het Avatar 2 zijn over anderhalf jaar. Kom in 2025 weer terug. Rick de Graaf, dankjewel. Yep.